Goedenavond, wij staan op de Kerkbuurt en we zijn bij Bar de Huifkar. Daar ga ik allemaal mannen ontmoeten en ik ga ook sporten. Want ik ben gek op sporten natuurlijk. Ik ga mijn armspieren trainen en mijn denkvermogen en Engels praten. Ik ga geloof ik naar een hele vreemde sport voor u misschien. Maar we gaan eens uitleg krijgen over... Nou ja, nee, ik neem u mee. Voor mijn pijltje. Gaat u mee? We zijn dus in Bar de Huifkar en daar heb ik kennis gemaakt met een hele leuke groep mannen die dus gaan darten. En die gaan mij alles uitleggen over het darten. En ik weet precies dadelijk aan het eind ja, hoe dat gaat met die telling en hoe zo'n pijltje in elkaar zit. Want mijn pijltje gaat natuurlijk vooral om dit ding. En wat is het nou precies? Het is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Dit is dan de flight. Dit is het, als het wil, het chaffee. Shaft, dat is Engels voor... shaft, wat is dat Engels voor? Slacht. Een stukje steel. En dit is dan de punt. En je kunt hem ook weer terug in elkaar zetten. En dan wordt het vanzelf weer een dartpijl. Wat is dit ingevulde papier? Dit is het wedstrijdformulier. Hier staan de spelers op. Kijk, Frits die gooit nou tegen Gert-Jan. Ja. Dat is de partij die nu bezig is. Ja. En wie er wint, krijgt hier één punt. En je ziet... We hebben hier de 4, dat zijn de reserves, 4 en 1. Er zijn 9 punten te halen. Dit gooi je allemaal alleen. Ja. Dit gooi je met z'n tweeën, tegen 2. En deze gooi je met de hele ploeg. En dan heb je 1001 punten. En dan moet je zo snel mogelijk terug ook. Maar is dat vanavond ook dan? Ja, dat is allemaal, dat moet je vanavond doen. Hoeveel staan jullie in die competitie die jullie hier maken? Ja, mij vragen, dat moet je aan Kevin vragen. Hoezo? Nee. Weet je dat niet? Nee. Jij zit er ook bij dit team? Maar ik weet het niet, 5e denk ik. Oké, okay, nou. We gaan het gewoon vragen aan de captain nog een keer, ja? De hoeveelste plaats nemen jullie in de competitie? De 5e. En hoe loopt de competitie, van wanneer tot wanneer? De competitie loopt van september, eind september tot begin mei. Oké, okay. En vanavond hebben jullie dus een tegenstander uit Gorinchem. Is dat een geduchte tegenstander? Ja, dat is de eerste tegenstander die we hadden toen het begin van de competitie begon. Het is nu toevallig, we zitten precies op de helft, dus nu gaan we weer tegen hun. En we hebben toen met 7-2 verloren. Kevin, wat heeft hij nu gegooid? Hij heeft 45 gegooid. Hij gooit 2 keer in de 20, dus 40 plus 5. Maar het belangrijkste met dat is dat je in deze gooit, want dat is 3 keer 20. Ja. En met uitgooien gooi je in de dubbel 20. Wat is uitgooien? Nou, als je op een. om de wedstrijd of de single te winnen, zeg maar. Oké. En hoe? Je altijd in de buitenste ring gooien. Okay. Kevin, die roos, is dat nou het meeste waard? Nee. Deze is het meeste waard. Dat is 3 keer 20, dus dat is 60. En de boel is 50. En dat groene eromheen, dat is 25. Dat is de helft van de boel. Maar dus als mensen dus heel goed gooien in mijn ogen hier in dit, dan zijn ze niet per se de winnaar? Nee. Ja, alleen met uitgooien, bijvoorbeeld als ze op 50 staan en dan moeten ze hierin gooien. Als je die uitgooit, ja, dan ben je de winnaar. Maar in principe gaat het, als je begint op 5-0-1 en dan is het zaak om het hoogste te gooien met 3 pijlen. En dan moet je proberen in deze te gooien, want dat is 3 keer 20, 60. En 3 keer 3 of 3 keer 60 is 180, dat is ook het meeste waar je kan gooien. En hoe houden jullie de telling bij, hoe gaat dat? Ja, op dat bord. Hij heeft 125 gegooid, dan doe je 125, enter. En houdt hij dat over. En zo ga je naar 0 toe. Vanaf de 170 kan je uitgooien. 2 keer 60 en een dubbele boel. Ja, en dan sta je op 40, is 2 keer 20, sta je 32. 2 keer 16. Zo moet altijd in de buitenste ring uitgooien. Okay. Dat is verplicht. Okay. En, ja, meer is en wie, jullie zijn nu zeg maar vanavond dit ja. En de tegenstander is dat? Ja, en dan, als je dan gewonnen hebt, dan komt hier 1-0. En we doen de best of 5. Ja? Dat betekent dat je de 3 moet winnen. Oké. Okay. En als je de 3 gewonnen hebt, dan ben je klaar met je partij en heb je 1 punt verdiend. Okay. En op een avond zijn er 9 punten te verdelen. En hoe lang duurt jullie avond? Tot 10:30.
11 uur. Nou, veel plezier, we gaan eens even kijken. Frits, ik wil nog even weten, hoe kom je in deze competitie terecht? Want ik bedoel, in alle cafés of buurthuizen hangt een dartbord. Kun je darten? Hoe zit dat? Nou ja, in dit geval word je in principe gewoon lid van een vereniging. En die vereniging die organiseert dat allemaal. En dan al die dartverenigingen, die worden lid van die organisatie. En die organiseren dat dan voor jou. Maar jullie zijn dus dartvereniging De Huifkar? Ja. Ja. Oké. Okay. En jullie trainen hier en dan is de ene week hier en de andere week uit? Of hoe gaat dat? Ja, dus wij willen graag dat mensen hier komen darten. En daar tegenover staan moet je ook bij hun een keer komen darten. Dat geeft het voordeel van het thuisspelen. Dus hetzelfde is met voetbal in principe. Dus je speelt ene keer thuis en dan een week later speel je uit. Maar de volgende bij de draai van de competitie, dan speel je ongedraaid. Dus degene, als je vorige keer uit bent geweest, dan komen ze nou bij jou thuis. Maar sorry hoor, maar je zegt dan is het beter voor de competitie, maar het maakt toch niks uit of je nou hier staat of daar? Meestal wel. Dus, jawel, thuisspelen is altijd het fijnste. Uitspelen is meestal intimiderend of zo, dat proberen ze dan. Meestal de fanatiekere ploegjes, die proberen dat wel, ja. En dan zijn ze wat uitbundiger en wat levendiger en nu zijn ze wat stiller. Oh, dus ik zei al in de camera, ik ga denken vanavond, ik ga sporten. Ja. Maar het is dus echt wel denken. Intimideren. Intimideren. En dat is best leuk. Jeffrey Stichter is een bekende Sliedrecht darter. Ken je die? Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. En waarom is hij nou zo goed? Omdat hij geen vriendin heeft, denk ik. Hij heeft gewoon niks te doen. Maar hoe bedoel je dat? Nou ja, hij heeft genoeg tijd over om te darten. En je kan er helemaal alleen, volgens mij in mijn ogen tenminste, laat ik zo zeggen, kan je alleen maar zo goed worden om veel te oefenen. Maar dat is met alle sporten natuurlijk. Veel trainen, dan word je beter. Ik denk dat ook met darten wel een bepaald talent bij komt. Sommigen leren het wel en sommigen leren het niet. De ene wat sneller dan de andere. Maar ja, je moet toch veel oefenen, wil je dat niveau halen. En dat halen jullie nooit, denk je? Ik het niet, nee. Nee. Wil je ook niet? Nee, anders had ik wel meer gegooid, maar ja. Val mij. Dat word je geloof ik niet, hè? Nee, niet echt. Is dat omdat het recreatief is of omdat het niet zo hoog is? Ja, er staan niet zoveel op spel natuurlijk. Nee. Dus geen geld of weet ik veel, dan ja. Is gewoon, ik wil dadelijk even die arm in beeld brengen. Wat is nou precies de techniek? Ik zie jullie voorover gebogen staan. Moet dat achter een bepaalde streep, zie ik ook. Hoe werkt dat? Ja, je moet in eerste instantie achter die hockey staan, zeg maar. Dat is de afstand naar het bord toe. Ja. Dus je moet altijd met je voeten tegenaan staan. Goedenavond. Hey, proost jongens. En binnen. Ik ben heel benieuwd hoor. Ik ben heel benieuwd. Heb je nou gewonnen? Nee. Ach, Frits, je hebt verloren. Ja, erg hè? Hoe voel je je nu? Nou, niet zo heel erg, want hij was een stuk beter dan ik. Dus dan valt het wat minder tegen natuurlijk. Kijk, winnen wil je altijd, maar je moet wel weten wie de winnaar is. Oké, okay, sportief hoor. Ja, oké, okay, maar als de camera uitstaat, is sla ik hem vlot. Zonde dat je verloren hebt. Ach. Het gaat niet zo goed met Sliedrecht, geloof ik. Het gaat niet zo goed met Sliedrecht. Nee, maar het kan niet altijd feest zijn. Nee, oké, als jullie het maar gezellig hebben, toch? Dat bedoel ik. Ja. Nou, ik was dus te gast bij Frits, Kees, Arjan, Kevin, Theo en Harry. En eerlijk gezegd, ze doen het niet goed. En of dat nou door ons komt of door het afleiden zeg maar, van onze camera en wij. Ja, ik weet niet of dat invloed heeft, maar ze zijn wat minder bezig. Hierna moeten ze nog met z'n allen gooien. En dan is degene die het uitspeelt, de verliezer, krijgt de gelegenheid om de winnaar natuurlijk een rondje te geven. Of andersom. Die moeten het doen. Dat is helaas. Dus wij gaan nu vertrekken. Ik vond het hartstikke leuk om mijn pijltje te filmen bij Blikse Dartcompetitie in De Huifkar. En graag tot de volgende keer bij mij. Dank u wel.